Hallo allemaal, Mr. Slickum hier en dit is Armored Warfare. En ik ben al redelijk opgeschoten. Niet omdat ik ontzettend goed ben, maar omdat je gewoon per wedstrijd en je raad doet een klein beetje damage. Dan krijg je al experience points. En als je experience points krijgt, nou, dan vult deze bar zich. En als die weer 100% is, dan kan je nieuwe dingetjes kiezen. Hoe gaaf is dat? Je hebt in feite twee kanten. Dus de dealers zal ik wel laten zien. De min of meer Amerikaanse kant, mevrouw Wolfie. En je hebt de Russische Shishkin. Ja. Ik heb dus ook twee. Uit elk een heb ik er één gekregen. En als je naar de dealers gaat, dan kan je hier dus zien wat je moet achieven om ze te krijgen. Dit is dus Sophie Standard Armor. Zij zal wel Sophie Wolf heet of zo. En inmiddels kan ik de eerste tier 2's kiezen. Maar waar ik natuurlijk zo snel mogelijk naartoe wil, dat zijn natuurlijk deze jongens. De Precision SPG's. Terwijl een kat ontzettend moeilijk probeert te doen en me ontzettend veel pijn doet, maar goed. En ja, deze jongens volgens mij, als ik het goed zie, zijn dit Precision SPG's. Dat denk ik. Ik denk dat dat dus artillerie is. Maar je hebt ook nog die Wheeled Destroyers. Ja, Wheeled Destroyers, LAV's. Recon BMP Development, American MBT's, Leopards. Ik weet het dus niet. Maar wat ik wel weet is dat ik een Patton kan kiezen. Een Gun Tank M48. Deze doet dus 22 damage en deze doet 124. Als ik heel eerlijk ben, als ik ga kijken naar deze variant en hier, dus dat is dus de Shishkin, dan zie je bijvoorbeeld dat hier hebben ze echt tactical artillerie. Dat ziet eruit als een kick-ass knallen ding. Daar moet je 50 battles voor hebben gespeeld. Nou, ik heb er wel 9. Zo. En deze kan ik ook wel. En dit is de T44. Kijk, damage 216 AP. En ze hebben ook een M41. En die is denk ik een light tank. En zoals je ziet ben ik daar bijna. Dus ik ga als eerste een Patton kopen. Nou, erop klikken. Automatic repairs wil ik. Ja, automatic. Ammo supply, automatic. Ja, alles automatic. Hoppakee. En voilà. Hahaha. Een Patton. Met een kick-ass gun. Wat kan ik dan kiezen nu? Nou, eventjes bij upgrades kijken. Wat hebben ze hier allemaal? Ik heb natuurlijk 0 reputatie. Stock armor. Ja, ik kan natuurlijk nog niks upgraden. Maar dat is een beetje hoe het werkt. Je gaat gewoon door de missies heen. Je hebt tiers. Dat wel zeker. Ik kan het wel even laten zien. De Wolfie. Die Patton heb ik nu al. Deze kan ik ook kopen. Weet je wat? Nee, die koop ik nog niet. Ik weet namelijk niet of ik Light Armored Vehicles gaaf vind of niet. Maar je hebt in ieder geval tiers met 9. En nou ja, hieronder zie je dus wanneer je er eentje kan krijgen. Deze moet dus 50 enemies spotten om te ontvangen. Deze dus 60. Deze dus ook 50. De swingfire damage. Deze doet trouwens al aardig wat damage. En hoe verder je komt, natuurlijk hoe meer damage, hoe meer spullen je hebt. Maar kijk naar de prijzen. Deze zijn 12.000, 120, 480. Dus het gaat heel erg rap. Maar ik denk dat ik als eerste ga voor de Leopard. En uiteindelijk, ja, ik ben wel heel erg benieuwd wanneer ik deze kan krijgen. Ik moet in totaal dus 50 battles in een van deze drie. Dus nou, om het wat te versnellen, waarom ook niet, koop ik ook deze. Deze doet 22 AP, deze doet ook 22 AP. Wat is dan het verschil? Hij is heel snel. Deze is nog sneller. Penetration 72 mm. Volgens mij zijn er iets beter penetration. Maar goed, laten we op stap gaan met de Patton. Even bij service kijken. De commander is nog steeds hetzelfde. De crew. Skills at lock 2. Geen idee hoe dit precies werkt. En de armor. Deze 3 heb ik. Dit is high explosive compared to de... Dit is dus de standaard. Deze is de High Explosive versie en dit is de High Explosive Anti-Tank. En deze is net zo sterk als deze, de 9 mm echter. Hij zal wel... Deze is MBT's, deze is goed voor light vehicles en deze is goed voor... als je niet kan penetreren. Nou, laten we deze gewoon even op 1 zetten. En deze op 2 en die op 3. Nou, 17. Ik wil er hier meer van meenemen. Hoppakee. Nou, retrofits. Geen idee. Oeh, ik heb een retrofit. Internal hull hitpoints. Oh, daar krijg je er 7,5% bij. Reinforced ammo rack. Nou, laten we die gewoon eens equippen. En Red Academy installed en klik MK1 accept. En volgens mij heb ik dus nu iets meer hul. Oké, dat zou cool zijn. We gaan het zien. Ik ga even een battle opstarten. Dit duurt een beetje lang soms. Dus als het te lang duurt dan zet ik heel even de video op pauze. En dan ga ik daarna verder. Maar ik heb dus al een tier 2. Deze gaat vrij lang duren. Überhaupt moet je dan inloggen en nog 30 seconden wachten. Dus tot zo. En we zijn in een spelletje. Nou, nog 7 seconden wachten. Duurt weer 30 seconden. Eigenlijk is wel heel erg veel hetzelfde als World of Tanks. Sorry dat ik dat nogmaals zeg. Hey, ga ik in één keer naar achteren. Ik ben benieuwd. Eerste keer in de Patton. 1187 HP. Dat is al een heel stuk beter dan wat ik had. Want ik had natuurlijk 700 of 850. Dus ze zijn iets sterker. Maar aan de andere kant, als ik naar de lijsten kijk, we hebben ontzettend veel tier 3 stegen over ons. Ik heb ook nog werkelijk echt geen idee waar ik allemaal heen moet. Dat is ook een beetje... deze map hebben we dus ook net gehad. Laat ik maar gewoon eens even kijken of ik iets kan raken vanaf deze afstand. Ik zit natuurlijk wel vrij laag. Laat ik eens even kijken of ik wat hoger kan komen. Zonder schuin te gaan, want dat is dus wel even een dingetje. Ik ben nu spotted. Identify target. We're being targeted. Oh. Oh, critical hit. Ik heb iets geraakt, maar ik ben ook ontzettend goed geraakt. Net overheen. Kom op. Ik zit hier een beetje voor... Ik zit gewoon vast. Kom op. Wanneer kan ik iets doen? Ik zit gewoon helemaal vast. Dus de rest mij er nou even weghaalt. Wel, ik doe wel schade. Ik doe schade. Kom op. Ga eens even naartoe. Blijkbaar kan hij alleen maar repairen als ik niet aangevallen word. Ik ga eventjes hier staan. Zoek het maar even uit. Zie ik iets. Ja, het is echt allemaal helemaal nieuw, mensen. Ah, daar zie ik wat. Kan ik dat? Oh! Hoehoehoe. Die had ik nooit aan zien komen. Goed. Nou, dit was mijn eerste gevecht in de Patton. En die gaat er gewoon op. Maar jullie zien het, hoe best ingewikkeld het is om iets te raken. Toen was ik even weg. Ja, daar ben ik weer. Er kwam even een berichtje tussendoor van een programma van me, maar goed. Je hoort alleen geen geluid als je met elkaar meekijkt. Vind ik eigenlijk wel een beetje heel slecht. Maar goed, ik ga dus ongelooflijk veel oefenen natuurlijk. En tot de volgende keer met hopelijk nog veel filmpjes van Armored Warfare. En ik zie jullie op de battlefield, op het slagveld. En tot de volgende keer. Hoi hoi.